De Catharinabrug is geopend, gewoon feest. Ja, superleuk en heel veel belangstelling. Afgelopen week al heel veel complimenten over de nieuwe brug gekregen. Leuk dat we hem nu echt kunnen openen. En het is niet zomaar een brug, vertel je net al in je opening speech. Nee, iedereen kan zien dat het een hele slanke brug is. En dat is wel gek, want hij moet 36 meter overspannen. En dat komt door de toepassing van ultra hoge sterkte beton, zo heet dat. En dat is een speciaal soort beton, waardoor het lukt om die hele dunne brug te maken. Dat is echt een innovatie. En dat geeft twee voordelen. Behalve dat we er weinig kosten aan hebben in het onderhoud, zorgt het er ook voor dat die zo dun kan zijn, de boten er makkelijk onderdoor kunnen en je ook niet de grote helling hebt, waardoor die voor voetgangers en fietsers uitstekend te belopen is. En je zei al, er zit ook een Mercedes zo overheen gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar er kunnen, voor in noodgevallen kan er een brandweerwagen overheen. Ja, je ziet dat de nieuwe situatie altijd wennen is, dus die Mercedes was niet de bedoeling. Maar ik kan in ieder geval wat hebben, dat weten we nu. En deze brug is straks onderdeel van het nieuwe winkelrondje rondom de Aalmarkt. Wanneer kunnen we daar gebruik van gaan maken? Nou ja, de brug komt inderdaad uit op de nieuwe steeg. En die is de nieuwe winkelstraat, Catharinasteeg. En die is voorjaar 2017 gereed. En dan kun je er gaan winkelen.